Iedereen er klaar voor? Ja? Oké, dan wil ik u allemaal een hartelijk welkom wensen bij deze avond over de gevangenissonetten van Albrecht Haushofer. Mijn naam is Ilse van Oosten, ik zal deze avond modereren. Ik ben voor deze functie gevraagd omdat ik ook redacteur ben voor uitgeverij Het Moed en in die rol ook de redacteur voor de bundel Toch kennen dromen ook gevoel voor tijd. Ik wil beginnen met een korte inleiding waarbij ik begin bij de uitgeverij zelf. Uitgeverij Het Moed is ongeveer 5,5 jaar geleden opgericht door uitgever Elte Rauch. Met het idee minder boeken uit te geven en daardoor meer aandacht te kunnen besteden aan de individuele boeken. Dit is zowel in het redactieproces als in een duurzame manier van uitgeven. En duurzaamheid hierin is ook een duurzaamheid van ideeën. Zo publiceren wij hedendaagse schrijvers wiens schrijven wij belangrijk vinden en wiens schrijfstijl wij verfrissend vinden. Maar daarbij zijn wij ons bewust dat er ook een rijke literatuurgeschiedenis achter ons ligt, waarvan veel werken de hedendaagse lezer versteld zouden doen staan, vanwege hun politieke relevantie, hun herkenbare menselijkheid en ook hun leesbaarheid. Om zulke soms vergeten schrijvers ook opnieuw onder de aandacht te brengen, zijn wij begonnen met de Singersteek-serie in samenwerking met het Feest der Poëzie. De Singersteek-serie bestaat uit korte bundels, doorgaans 48 pagina's. Het zijn eigenlijk meer bloemlezingen die doorgaans het werk van dichters uit 1900 belichten. In het geval van Albrecht Haushofer is hij natuurlijk iets recenter dan dat. En daarnaast is de bundel ook iets langer dan dat, omdat we erg lastig tot een selectie konden komen en niet verder wilden knippen. Het idee van de bundels is dat ze de lezers op die manier in weinig pagina's een inkijkje geven in het oeuvre van een dichter, in de hoop deze zo op toegankelijke wijze weer onder de aandacht te brengen. De uitgave helpt hier ook zeker bij. De boekjes, ik heb er hier zo eentje, jullie misschien in de zaal ook, zijn gedrukt op een echte Heidelberger pers met de hand en daarna met een Singersteek met de hand genaaid. Op die manier is het niet alleen een prachtige introductie qua inhoud, maar ook qua vormgeving. Deze Singersteekjes maken we al een tijdje. En Toch kennen dromen ook gevoel voor tijd is in die zin extra bijzonder, omdat het 10e Singersteekje in de serie is. Toen Maarten Ascher, de samensteller en de vertaler van de bundel, met dit vertaalplan naar de uitgeverij kwam, kende eigenlijk niemand bij de uitgeverij deze dichter al. Dus in die zin zijn de Singersteekjes niet alleen een introductie voor de lezer, maar ook voor ons als redactie. Zonder achtergrondkennis begon ik dus de geselecteerde gedichten te lezen en me in te lezen in Albrecht Haushofer. En als redacteur is het altijd een cadeau als je op die manier een nieuwe schrijver tegenkomt. Wat mij in het bijzonder heel erg trok aan Haushofers sonetten en aan gevangenisliteratuur in het algemeen, is de inkijk in de psyche van de gevangenen die deze literatuur biedt. Als een tegennatuurlijke situatie die velen van ons zich lastig voor kunnen stellen, laat gevangenisliteratuur de mens in een extreme omstandigheid zien. Opgesloten in een kleine ruimte met minimaal tot geen contact met anderen of enig zeggenschap over je dagindeling en zonder wetenschap van wat je te wachten staat. Het is een ervaring die lastig voor te stellen is, maar toch ook een ervaring die in verschillende tijdsperioden en continenten er ongeveer hetzelfde uitziet, waardoor het genre zeer uiteenliggende schrijvers en stijlen bij elkaar kan brengen. Zo denk ik aan een tijd ver voor Haushofer, de late middeleeuwen, teksten als Ashby's Complaint in the Fleet, waarin lichamelijk gevangenschap instaat voor geestelijk gevangenschap en de eenzaamheid en het lijden religieuze waarde hebben. Of een tijd na Haushofer, iets minder verder vandaan, waar Haushofer zijn gedichten op kleine velletjes papier schreef in zijn cel, schreef Peru Bogani op het eiland Manus zijn boek Alleen de bergen zijn mijn vrienden via tweets, e-mails, filmpjes, telefoontjes die hij in het geheim verstuurde. De schrijvers die ik zojuist genoemd heb lijken qua historische en politieke context weinig op elkaar. En toch verbindt de gevangenschap hen. Allemaal schrijven ze over systemen die groter zijn dan henzelf of ideologieën. Ze schrijven over eenzaamheid, over het lijdzame van het wachten en hoe dat kleine dingen groot kan maken. Haushofer is hierin een interessant figuur.
omdat zijn literaire nalatenschap, zijn dichtelijke nalatenschap, vrijwel geheel in gevangenschap is geschreven. De Moabiter sonetten, zoals de sonetten, zijn de sonetten die hij in de gevangenis schreef en die later zo genoemd werden en na zijn dood uitgegeven. Uit die cyclus komen niet alleen de omstandigheden in de natiegevangenis aan het einde van de Tweede Wereldoorlog naar voren, maar ook de innerlijke strijd van de gevangenen tot de rol die hij had gespeeld tijdens de oorlog. Juist die morele ambiguïteit maakt hem voor mij fascinerend en menselijk. Hij valt niet makkelijk te kaderen in de rol van de held of de misdadiger of het slachtoffer. Het zijn versimpelende rollen waarin mensen die betrokken zijn bij oorlogssituaties vaak gegoten worden. Maar in plaats daarvan is hij een gelaagd persoon met twijfels, spijt, onzekerheden, wellicht ook hoop. Als samensteller van de bundel en de vertaler zal Maarten Ascher zo direct het daadwerkelijke programma van de avond starten en dieper ingaan op de totstandkoming van Haushofer's gevangenschap, schrijverschap en de redenen van zijn zogenaamde politieke ambiguïteit. Hij is geen onbekende met gevangenisliteratuur, zoals jullie misschien weten. In 2021 verscheen zijn metrische en berijmde vertaling van Oscar Wilde, The Ballad of Reading Gale, bij Boom Uitgevers. En in 2015 promoveerde hij met het proefschrift Het Uur der Waarheid over gevangenschap als literaire ervaring, waarin het werk en de persoon van Albrecht Haushofer ook een grote rol speelt. Daarna zal schrijver en historicus Bas von Benda-Beckman het woord nemen. Eerder schreef hij al De Velser Affaire, dat op de shortlist van de Libris Geschiedenisprijs kwam, Het Oranje Hotel, dat op de longlist van de Libris Geschiedenisprijs kwam, en Het Achterhuis, samen met Erika Prins, Gert-Jan Broek, Esther Geubel en Theresienne da Silva. Vandaag wijst hij uit over zijn onlangs verschenen familiegeschiedenis Het Kleedje voor Hitler, waarin hij op zoek gaat naar het nazi-verleden van zijn Duitse familie. In het bijzonder zal hij ingaan op zijn oud-tante Tini en haar vriendschap met Albrecht Haushofer. Hierop volgend zal Simon Mulder, dichter, docent klassieke talen, vertaler en creatief leider van Stichting Feest der Poëzie, een deel van de voorstelling opvoeren die hij samenstelde rond Toch kennen dromen ook gevoel voor tijd. Dit zal hij doen onder muzikale begeleiding van cellist Matthias Negele, violiste Liz Perry en sopraan José Caminga. Op muziek gezet speciaal voor deze bundel door Henry Kelder. Daarna zal er nog een kort vragenrondje, een Q&A plaatsvinden en nog wat meer muziek. Voor nu alvast heel veel dank voor het bijwonen van deze avond. En ik zou graag Maarten Ascher op het podium willen verwelkomen en hem ook deze bundel willen overhandigen. Dank u wel. Dames en heren, beste vrienden. Om te beginnen heel veel dank aan Ilse van Oosten voor haar mooie woorden over dit project en over Haushofer. Ik ben haar en in het bijzonder ook uitgever Elte Rauch bijzonder dankbaar dat deze bundel in de mooie Singers Take serie mag verschijnen. En ik hoop dat dat iets zal doen aan de nog relatieve onbekendheid van Haushofer als dichter in Nederland. U gaat zo meteen van Bas von Benda-Beckman en Simon Mulder heel veel meer horen over biografische aspecten van het leven van Haushofer. Ik zou mij in de korte tijd die mij gegund is voor een inleiding willen beperken tot een korte toelichting waarom ik nou zo gegrepen ben door deze figuur. Dat heeft een historische, particuliere kant en een meer algemene, conceptuele kant, zou je kunnen zeggen. Voor dat particuliere, dat historische. Hij zat van december 1944 tot april 1945 in de gevangenis. Daarin heeft hij, in die vijf maanden, heeft hij zijn 80 sonetten geschreven.
Die historische achtergrond is natuurlijk buitengewoon relevant. Hij zat daar in die gevangenis omdat hij verdacht werd van betrokkenheid bij de aanslag op Adolf Hitler van 20 juli 1944. Het gaat mij eigenlijk, afgezien van die interessante en belangwekkende historische omstandigheden, ook nog om iets groters. Het schrijverschap is op allerlei manieren met de wereld verbonden, met de maatschappij van lezers, met de actualiteit, met de media, met collega's schrijvers, met de literaire kritiek en de literatuurwetenschap. Tegelijk is het een bezigheid die je eigenlijk naar zijn aard in belangrijke mate uit jezelf moet halen. En dat levert dan ook een van de vragen op die mij een tijd lang hebben bezig gehouden. Wat doet het met de literaire creativiteit als je totaal van de buitenwereld bent afgesneden? Als je eenzaam opgesloten zit in een gevangeniscel, zoals Haushofer in cel nummer 202 in die gevangenis in het centrum van Berlijn. Vaak is dat een situatie van volkomen uitzichtloosheid, letterlijk en figuurlijk. Welke rol speelt die gevangeniservaring dan in wat je schrijft en hoe beschrijf je die ervaring? Die vragen werden eigenlijk het uitgangspunt voor dat proefschrift waar Ilse al naar verwees, waar Haushofer een belangrijke rol in speelt. Wat ik in dat proefschrift niet heb vermeld, dat leek me voor een academische publicatie eigenlijk niet zo passend, is hoe ik die hele Albrecht Haushofer eigenlijk ontdekt heb. Die heb ik namelijk bij de vuilnisbak gevonden. En je hebt tegenwoordig van die mini-bibliotheken, dat je op straat boeken weg mag nemen die door een ander afgedankt zijn. Maar er is nog een graadje erger. En dat zijn die dozen die gewoon bij de vuilnisbak staan, waar boeken in zitten. En zo liep ik een keer over straat en vond ik in zo'n doos met vuilnisboeken, zou je ze kunnen noemen, vond ik een los deel uit een historische encyclopedie. En uit een combinatie van nieuwsgierigheid en wat ik wel eens aanduid als ontfermingsdrang, pakte ik dat losse deel en bladerde ik daarin. En daar zat een los ingeplakt, een facsimile van een pagina uit het manuscript van die Moabitersonnette van Haushofer. Dat manuscript bestond uit 5 aan beide zijden met potlood beschreven velletjes A4. En dat die 5 velletjes A4 werden enkele weken na zijn dood op zijn lijk aangetroffen, nadat hij in de nacht van 22 op 23 april geëxecuteerd was door de nazi's in hun laatste stuiptrekkingen. Ik wil die pagina graag met jullie delen. Als ik dat, nog een paar andere plaatjes ook voor de lol. Zo wordt er in Duitsland toch wel naar deze Albrecht Haushofer gekeken. Er zijn scholen naar hem vernoemd. In Berlijn staan diverse borstbeelden van hem. Want hij geldt als een verzetsheld die zijn in ieder geval zijn poging tot betrokkenheid bij die moordaanslag op de nazi-leider met de dood heeft moeten bekopen. Er zijn hier in Leverkusen, er is zelfs een straat naar hem genoemd. Dit was hem als jongen. Een vrij muzisch aangelegde, artistiek aangelegde jongen. Rechts een jeugdaquarel van de omgeving waar hij geboren werd in het zuiden van Duitsland, in Bayern. Dit is het gezin met een hele foute vader die de grondlegger was van de Duitse geopolitiek. En een tamelijk muzische moeder die een half Jodin was, zoals dat toen heette. En zijn jongere broer Heinz, die ook met hem in de gevangenis zat. Het ziet er heel Irenisch uit, maar het was dus een volstrekt niet compatibel gezin. Of hoe zeg je dat? Met grote onderlinge tegenstellingen. De peinzende schaker, dat past hem wel als karakteristiek. En hier nog een aantal portretten. En hier is dat manuscript. Ik vond dat direct iets ongelooflijk bijzonders. Iets kwetsbaars heeft het. Het is een soort middeleeuws handschrift of nog ouder, een soort Egyptisch dodenboek. En tegelijk ziet het er heel perfectionistisch uit. Zo geordend, zo onverstoorbaar, zo foutloos.
Dus ik nam dat encyclopedie-deel met deze facsimile-pagina erin, nam ik mee naar huis en begon een grondig onderzoek naar deze Haushofer. En dat leidde om te beginnen tot een artikel in Nexus, waar je nog een artikel van 5000 woorden in kon publiceren. Daarin nam ik al een paar vertalingen op en vervolgens volgde die dissertatie. Albrecht Haushofer was als dichter geen lyricus. Hij was een muzisch aangelegde en cosmopolitisch ingestelde historicus en geograaf. En hij gebruikt de sonnetvorm om uiterst gedisciplineerd verslag te leggen van zijn leven, van de ondergang van de cultuurnatie die zijn land was. En hij maakt als het ware in zijn geest een rondgang langs de kunstzinnige, literaire en religieuze bronnen waaruit hij als lezer en als reiziger heeft geput. Goethe, Socrates, Thomas More, Albert Schweitzer, Beethoven, de Griekse mythologie, de kloosters van Tibet, het grote Boeddha-beeld van Kamakura, de bibliotheek van Alexandrië, Plato, Homerus, Vincent van Gogh, boekverbrandingen, de piramide van Egypte, Boetius, de Bhagavad Gita, Fridtjof Nansen, Omar Khayyam, Paolo en Francesca. Grote stukken, brokken, figuren uit de cultuurgeschiedenis van de afgelopen 3000 jaar komen in deze sonnetten voorbij. Naast figuren uit zijn eigen persoonlijk leven, jongere broer, enkele vrienden en de zeer intrigerende Zwitserse schrijfster Annemarie Schwarzenbach, op wie hij zeer en ook zeer tevergeefs verliefd is geweest, want zij was lesbisch. Al deze figuren vormen een soort, ja, een menigte aan schaduwen die Haushofer gedurende die maanden in zijn cel dag en nacht vergezelde, als hij tenminste niet verhoord werd of voor zijn leven moest rennen naar de schuilkelders in de gevangenis bij de onophoudelijke geallieerde bombardementen in die periode. De chaos buiten de gevangenis, de chaos van de geschiedenis en de chaos in zijn hoofd heeft hij geprobeerd in deze 80 sonnetten te bezweren door een consequente toepassing van de vijfvoetige jambe volgens een strak, steeds consequent gehanteerd rijmschema. En daarmee legt hij eigenlijk ook verantwoording af in moreel, intellectueel en cultuurhistorisch opzicht, terugkijkend op dat rijke, maar moeizame en gaande de jaren 30 ook steeds onmogelijker leven. Voordat ik het woord zo geef aan Bas van Bender-Bekman, wil ik om te beginnen één gedicht aan u voorlezen. Der Schierlingsbecher, oftewel de gifbeker. Prachtig vind ik hoe Haushofer daarin een stuk klassieke cultuurgeschiedenis verbindt met zijn eigen lot. Eerst het Duitse origineel en vervolgens mijn vertaling. Der Schierlingsbecher. Man will noch in Athen den Ort bezeugen, wo Sokrates gewarten haben soll, bis jene Frist der frommen Feste voll, um sich den tödlichen Gesetz zu beugen. Ich ging vorüber an der dunklen Schwelle, den Blick zum Parthenon emporgewandt und übersah, vom lichten Glanz gebannt, den Todesbecher in der Tageshelle. Nun reut mich, dass ich dort vorüberging. Es hätte sich geziemt, ins Knie zu sinken und wissend von dem Schierling mitzutrinken. Es war ein Großer, der sich unterfing, des eigenen Staates blinden Mordgewalten als Opfertier die Treue so zu halten. De Gifbeker. Men wijst de plaats nog in Athene aan, waar Socrates moest wachten totdat hij de godenfestivals eenmaal voorbij de dodelijke wet zou ondergaan. Ik liep er langs deze donkere plek, mijn ogen op het Parthenon gericht. Zo bleef mijn blik bevangen door het licht, die noodlotskelk voor mij een blinde vlek. Hoe ik daar langs liep, daarvan heb ik spijt. Passend was het geweest om neergezegen, heel doelbewust die beker mee te legen. Een groot man was hij, tot de trouw bereid, waarmee een offerdier van eigen staat loyaal de blinde moordlust ondergaat.
Dank u wel en graag uw aandacht voor historicus en schrijver Bas van Bender-Bedman. Dankjewel. In de eerste maanden van het jaar 1944 raakte mijn oud-tante Tini van Benda bevriend met Albrecht Haushofer. Tini was de jongste zus van mijn grootvader Frans en is een van de hoofdpersonen in mijn boek Het kleedje voor Hitler. Net als Haushofer, zij het enkele jaren later dan hij, had Tini in de aanloop naar dat fatale jaar, het jaar van de aanslag op Hitler, geestelijk een lange weg behandeld. En in haar geval liep die van aanvankelijk nog acceptatie en zelfs enthousiasme over het nationaalsocialisme en Hitler naar een steeds sterkere afkeer van beiden. De omstandigheden waaronder dat gebeurde vormen een belangrijke rode draad in mijn boek. Ik ga hier daar niet verder al te veel op in. Maar toen Albrecht en Tini elkaar leerden kennen, woonde mijn oud-tante net weer in Garmisch. En waar ze tussen 1938 en 1942 ook al als secretaresse van de daar gelegerde Gebirgsdivision had gewerkt. En in de tussentijd, dus na 1942, was ze begonnen in Innsbruck aan een studie medicijnen. En toen die eind 1943 door oorlogsomstandigheden werd stopgezet, keerde ze terug naar Garmisch, waar ze een aanstelling kreeg in het laboratorium van het ziekenhuis. Eenmaal terug sloot ze zich ook weer aan bij het clubje bergbeklimmers, bergwandelaars, dat vanuit de Meilerhütte gewaagde en minder gewaagde klimtochten ondernam en met wie ze tijdens de jaren in Innsbruck zoveel mogelijk contact was blijven houden. En een van die hartstochtelijke bergliefhebbers met wie ze op dat moment ook hechter bevriend raakte, was Albrecht Haushofer. In het klimmen deelden zij een grote passie en al gauw bleek dat ze meer gemeenschappelijk hadden. In wat in mijn familie bekend is komen te staan als Tini's schatkistje, de doos met haar persoonlijke spullen, bevindt zich naast enkele prachtige klimdagboeken met foto's, met uitgestippelde routes, met ingeplakte edelweiss, ook een stapeltje brieven van Albrecht Haushofer uit het jaar 1944... die naast haar memoires, waar ze ook uitgebreid ingaat op die vriendschap, een geweldige inkijk geven in die paar maanden waarin ze zo hecht met elkaar hebben gecorrespondeerd. In haar memoires beschrijft ze Haushofer als een grillige man, van wie ze nooit helemaal kon inschatten wat hij nou echt van haar vond en wat hij van haar dacht. En Tini was iemand die heel goed in staat was om de verschillende kanten en de tegenstrijdigheden in iemands karakter te herkennen, te accepteren. En zo keek ze ook naar Haushofer. Normaal gesproken was hij iemand om wie ik met een grote boog heen zou zijn gelopen, schrijft ze later. Ze zag hem, vooral in de manier waarop hij zich in zijn werkende leven manifesteerde, als iemand die dominant, ambitieus was, maar ze ervoer hem tegelijkertijd als een wijze, filosofisch bedachtzame en poëtische man met een diep gevoelsleven. Iemand die aan de ene kant teleurgesteld was dat hij zijn politieke invloed was kwijtgeraakt, terwijl hij zich tegelijkertijd schuldig voelde omdat hij toch ook mee had gedaan, mee had gefunctioneerd in dat naziregime. Als woordvoerder van minister van Buitenlandse Zaken von Ribbentrop. In die man met twee gezichten was het vooral de vriendelijke, zachtaardige kant die haar aansprak. Toen hun vriendschap begon, bevond Albrecht Haushofer zich in een diepe crisis en toonde hij zich tegenover haar regelmatig van die kwetsbare en beschouwende zijde. Hij was somber over de toekomst van Duitsland, van de wereld, op allerlei manieren teleurgesteld in zijn eigen levenspad. En hij vond het duidelijk fijn dat Tini vooral een beroep deed op die zachtaardige kant en die en zijn intellectuele interesses. Zoals je misschien begrijpt was ik natuurlijk razend nieuwsgierig naar Tini's brieven aan hem, die ze in kennelijk heel veel heeft geschreven. En die zijn helaas niet bewaard gebleven. Maar uit zijn het kant van de correspondentie wordt me toch een hele hoop duidelijk.
Ja, ze discussieerden over literatuur, over kunst. Ze leenden elkaar boeken uit. En hij liet haar ook manuscripten lezen van zijn dramastukken, die Makedonen en Chinesische legende. Waarin hij tussen de regels door zijn kritiek op het nazi-systeem verwerkte. Iets wat hij ook wel liet doorschemeren, altijd impliciet, altijd indirect in zijn brieven aan haar. En wat me in het licht van de sonetten waar we het vanavond over hebben, en die hij later natuurlijk nog pas zou schrijven, opviel, is een passage in een brief aan Tini waarin hij haar toevertrouwt dat hij soms jaloers was op Tini's keuze voor het artsenberoep. Ook al zou hij zelf nooit hebben gedeugd als medicus, zo zei hij zelf. Soms, zo schrijft hij, benijd je de beroepen waarvan het directe doel geen ethische bezwaren oproept. Tenminste, niet fundamenteel. Natuurlijk weet ik dat juist de arts in lastige innerlijke conflicten ten opzichte van zijn verplichtingen terecht kan komen. Maar toch is niet het hele beroep op zichzelf dubieus. Behalve wanneer je de hele biologische menselijke ontwikkeling sinds de steentijd als een verkeerde ontwikkeling ziet, die alleen maar kan leiden tot een snel uitsterven in en door een gekunstelde omgeving. Ook deze theorie is goed verdedigbaar. Einde van het citaat. En dit thema, die ambivalente jaloezie jegens het artsenberoep, zou Haushofer ook in een van zijn sonetten, Der Arzt, verwerken, dat hij schreef voor een medegevangene en arts, dokter Enze. En ik zal even alleen het eerste strofe daarvan voorlezen. Wenn nicht von allen Lastern dieser Welt am meisten blasses Gift sich fände, so neidet ich dem Arzt die milden Hände, mit denen die Hilfe rings bestellt. Het is dus helaas niet opgenomen in de uitgave waar we vandaag het verschijnen vieren. Maar Maarten was wel zo aardig om het voor mij te vertalen. Overigens veel beter dan ik het zelf heb geprobeerd te doen in mijn boek, waar ik dit ook citeer. Als niet van alle wereldlijke zonden in afgunst juist het scherpste gif belanden, benijde ik de arts zijn zachte handen, waarmee hij velen bijstaat op zijn ronde. De laatste brief die Albrecht Haushofer aan Tini schreef is gedateerd op 13 juli 1944. Hij bedankte haar voor haar zeer verlokkelijke uitnodiging om samen de top van de Mustersteen te beklimmen. Helaas acht ik het vrijwel uitgesloten dat ik kan, luidde zijn lumineuze vooraankondiging van wat spoedig zou komen. Precies een week na die brief, op 20 juli, ik hoef het u waarschijnlijk niet te vertellen, vond de mislukte bomaanslag op Hitler plaats. En direct na die aanslag dook Haushofer onder. Tini had niks geweten over zijn indirecte betrokkenheid bij de coupplegers, maar begreep door zijn verdwijnen wel dat er iets aan de hand was. Ze vond geen contact met hem, maar zocht ondertussen wel naar manieren om hem te helpen. En de persoon die ze daarvoor uitkoos, was hoogstpersoonlijk aanwezig geweest toen de bom in de Wolfschanze ontplofte. En had hij met een lichte hersenschudding en geschroeide hoofdhuid overleefd. Generaal-oberst Alfred Jodl was de aanstaande echtgenoot van Tini's oudere zus Louise en de belangrijkste militaire adviseur van Hitler. Invloedrijk iemand dus. En Tini en Louise hadden ondanks, als u er meer over wil weten, ga vooral het boek lezen, maar ondanks toenemende verwijdering over politieke zaken nog steeds een hechte relatie. En Tini had Jodl in de vooraangaande jaren ook persoonlijk leren kennen. Hij was dus echt haar beste kans. En het verzoek van Tini om een goed woordje te doen voor haar vriend bereikte de generaal uiteindelijk via Louise. En al heel snel bleek dat generaal Jodl geen enkele sympathie voor Haushofer kon opbrengen. Integendeel, hij liet weten dat Haushofer werd gezocht en was boos dat Tini hem op deze vervelende manier had gecompromitteerd. En aan Louise, zijn aanstaande echtgenote, gaf hij de dringende waarschuwing mee dat haar zusje op haar tellen moest letten, wilde ze niet zelf worden gearresteerd. Kleine 2 maanden later, op 7 december, werd Haushofer gevonden en opgesloten in Berlijn in de gevangenis in Moabit.
Ondertussen negeerde Tini nog steeds de waarschuwingen van Jodl en bleef zij Albrechts ouders, Karl en Martha, opzoeken, ook na Jodls aanhoudende dreigementen en ook nadat geallieerde troepen Garmisch hadden bereikt en Albrechts ouders opnieuw in de problemen kwamen, ditmaal vanwege Karls nauwe banden met de nazi-beweging. En op dat landgoed in Garmisch, het Harz Schimmelhof, las Tini, waarschijnlijk als toch wel een van de eerste, de sonetten die Albrecht in de gevangenis had geschreven. Tini was opgeleid als typiste en had jarenlang schrijfwerk voor het leger gedaan en bood de ouders van Albrecht aan, het was net als hij diep van onder de indruk, en bood aan gedichten, de sonetten, te transcriberen. Ze kreeg het een versie, ik meen dat er 2 originele versies bewaard zijn gebleven. En een van de 2 heeft ze mee naar huis gekregen om uit te typen, zodat het aan een uitgever kon worden opgestuurd. De hechte band die Tini in deze periode met Albrechts ouders opbouwde, zou ook maar van korte duur zijn. In de nacht van 10 op 11 maart 1946 pleegden Karl en Martha samen zelfmoord. Tini schrijft later dat ze op de hoogte was geweest van dat plan. En ze keek er met een combinatie van verdriet en gelatenheid op terug. Vooral van Martha had ze erg gehouden. Karl bekeek ze met de voor haar zo typerende genuanceerde blik. Een man die zich schuldig had gemaakt en terecht ter verantwoording werd geroepen, maar voor wie ze ergens ook sympathie en medelijden voelde. En het was natuurlijk uiteindelijk vooral hun zoon, Albrecht Haushofer, die voor altijd een speciale plek in haar hart zou blijven innemen. Hun vriendschap was namelijk op een moment ontstaan waarop haar blik op de wereld, op haar eigen leven en op haar band met haar familie een fundamentele draai aan het maken was. Ze was ervan overtuigd dat Haushofer, had hij het overleefd, een belangrijke politieke rol in de Bondsrepubliek zou zijn gaan spelen. Ze noemde een soort combinatie van Genscher, de liberale politicus, en een roofkat. Maar of haar vriendschap met hem had stand gehouden, dat betwijfelde ze. Hij was immers een conservatieve man, 8 jaar ouder, concludeert ze nuchter. Ze zouden elkaar vermoedelijk spoedig uit het oog zijn verloren, zo schatten ze in. En niettemin was die korte, maar intense vriendschap met Haushofer een levensbepalende ervaring voor mijn oud-tante Tini. Nadat ze eerder al haar broer en haar grote liefde was kwijtgeraakt, verloor ze in Albrecht Haushofer opnieuw een dierbare vriend. En dat verlies bepaalde ook in verregaande mate de verdere relatie met haar zus Louise. De druk die Jodl op haar had uitgeoefend om het contact met de Haushofers te verbreken, zou ze hem nooit vergeven. En het vormde ook een belangrijke bron van onuitgesproken conflict dat tot het einde van haar leven tussen haar en haar zus zou blijven instaan. Je kunt begrijpen dat het voor mij bijzonder voelt om hier te kunnen vertellen over die vriendschap die mijn oud-tante aan de auteur van de sonetten verbond. En met het transcriberen van het manuscript leverde ze ook haar eigen kleine bescheiden bijdrage aan de publicatie ervan. Publicatie die, zo blijkt vandaag opnieuw, nog altijd van grote betekenis is als intieme blik in de ervaring van politieke gevangenschap en als poëtische uiting van moreel zelfonderzoek. Iets dat ook, vooral dat morele zelfonderzoek, mijn oud-tante Tini niet vreemd was. Dank u wel.
20 juli 1944, 12 uur 30. De Wolfschanze Görlitz, Oost-Pruisen. Een barak op het terrein. Adolf Hitler vergadert met zijn staf. Wehrmachtkolonel Klaus von Stauffenberg sluit zich bij hen aan. Hij activeert in de aktetas die hij draagt twee bommen. Een draai aan een tangetje laat een glazen buisje met zuur breken. Het zuur vreet zich door een draad heen en laat een hamertje tegen een ontsteking slaan. Geschatte tijd, circa 10 minuten. Een zeer ruwe schatting. Von Stauffenberg zet de aktetas op de grond en duwt hem onder de grote kaartentafel waar Hitler en de stafleden zich over buigen. De vergadering begint. 12 uur 37. Von Stauffenberg laat zich excuseren omdat hij dringend Berlijn moet bellen. De vergadering gaat door. 12 uur 42. Von Stauffenberg en zijn medesamenzweerder Felgieber horen een oorverdovende explosie. Ze haasten zich naar Berlijn om, nu de Führer ongetwijfeld gedood was, de macht te grijpen en een einde te maken aan het naziregime. Ze rijden van korte afstand langs de barak, maar kunnen in de chaos niet zien of iemand het heeft overleefd. De geheel geruïneerde barak en de heen en weer rennende veiligheidsmensen overtuigen Stauffenberg er heilig van dat niemand het overleefd kan hebben. Hoe anders zat het? Een officier, Heinz Brandt, nota bene een sympathisant van het verzet, had zich gestoten aan de tas en deze iets verder naar achter gezet, achter een van de dikke tafelpoten. Er waren 4 doden en 9 zwaar gewonden, maar het was deze tafelpoot die Hitler heeft beschermd. Zijn haar was geschroeid, zijn rechterarm tijdelijk verlamd, zijn rechterbeen verbrand, zijn trommelvliezen gescheurd, maar hij leeft. Nog diezelfde dag worden samenzweerders overmeesterd in hun kantoor aan de Bindlerstraße te Berlijn. Alle daar aangetroffen samenzweerders worden geëxecuteerd. De Gestapo pakt na de aanslag nog ongeveer 700 verdachten op. De direct betrokkenen die nog niet bij deze overval waren gedood of zelfmoord hadden gepleegd, zijn in een showproces voor het Volksgerichtshof van de angstaanjagende, schreeuwende rechter Dr. Roland Freisler veroordeeld tot het vuurpeloton. Velen worden gevangen gezet. Onder andere in de gevangenis Leerterstraße in de Moabit, een wijk in Berlijn-Mitte. Onder hen de 41-jarige aanrijkskundige en diplomaat Albrecht Haushofer. Zodra hij heeft vernomen dat de aanslag op Hitler was mislukt, was hij op de vlucht geslagen. Bijna een half jaar blijft Haushofer uit de handen van zijn achtervolgers. Hij duikt onder op het boerenlandgoed Haartsiemelhof, bij zijn broer Heinz, bij de zusters Benedictinessen in de kloosterboerderij van Kerslag, bij een arts en vanaf 20 september 1944 op een boerderij in het bergdorpje Mietergraaseek bij een weduwe. Op 7 december 1944 treft de Gestapo tussen het hooi professor Dr. Albrecht Haushofer, de man naar al wie bijna een half jaar werd gezocht. Op 13 december arriveert hij in de gevangenis Leerterstraße, in ketenen. Voor wie hier 's nachts vergeefs naar slaap verlangt, leek kaal de cel. Maar deze muren leven volop. Uit schuld en lot wordt grijs geweven wat hoog in dit gewelf als sluier hangt. Het leed waar dit gebouw van is vervuld, laat achter metselwerk en traliedeuren een ademtocht, een siddering bespeuren die diepe nood bij anderen onthult. Ik ben de eerste niet die hier verblijft, met ketenen die in zijn polsen snijden en vreemden die zich aan zijn smarten wijden. Waken wordt dromen dat de slaap verdrijft. Als ik goed luister,
hoor ik door de wanden het beven van veel broederlijke handen. Waarom wordt Haushofer samen met de honderden andere verdachten daar opgesloten
niet omgebracht. Hij heeft een vermoeden. Hij had zich in privécorrespondentie en gesprekken duidelijk tegen het regime geuit. Wist wellicht van het complot, maar was er zeker niet actief bij betrokken. Niet dat dat de nazi's zou weerhouden, maar misschien dat ze hem nog nuttig konden vinden. Hij had immers belangrijke diplomatieke connecties in Engeland. En wie weet kon hij gebruikt worden voor komende vredesonderhandeling. Aan de andere kant is hij een zoon van de bekende nazi-ideoloog professor Dr. Karl Haushofer, bedenker van termen als Heim ins Reich en Lebensraum. En daarbij was die echter getrouwd met een half-Joodse vrouw, wat een mischling zweiten Grades of kwart-Jood maakte. Onder bescherming van zijn vaders vriend, de hoge nazi Rudolf Hess, kon hij tot ehrenariër verklaard worden en zijn baan als diplomaat en docent politieke geografie behouden. Maar sinds 1941 is de positie van de familie Haushofer bijzonder precair. Hess had een solo-missie naar Engeland ondernomen om te onderhandelen om vrede. Dit zonder medeweten van Hitler. Hess werd direct bij aankomst door het Engelse leger gearresteerd en door Hitler van al zijn rangen en decoraties ontdaan. De bescherming van hogerhand was Haushofer vanaf dat moment kwijt. En nu was hij dus verdacht van de betrokkenheid bij de aanslag op Hitler. Hij wacht. Hij wacht en wacht in zijn celnummer 202. Dagen gaan voorbij. Dagen worden weken en weken worden maanden. Groot moet zijn verbazing geweest zijn dat hij zijn broer Heinz ook in de gevangenis trof. Op dezelfde afdeling, op dezelfde gronden verdacht en opgesloten. Gedurende de eerste maand van Albrecht Haushofers gevangenschap aan de Leerterstraße bracht de indeling in aparte cellen met zich mee dat de gevangenen onderling niet veel contact konden hebben. Het enige wat Haushofer kon doen was wachten en luisteren naar de geluiden van buiten zijn cel. Geluiden. Dwars door de slecht gevoegde vensterruiten blaast koud de adem van de winter aan en brengt mij in mijn solitair bestaan steeds weer geluiden van de oorlog buiten. De laarzen der bewakers en hun zingen, van treinen het gesis en het gestommel, van de wapenfabriek het dof gerommel, helse sirenes die de nacht doordringen. Het zijn geluiden voor de tijd bedoeld. Hoe dreunen hier motoren dag aan dag, hoe zelden er een klok hier klinken mag. Toch wordt de lente 's winters al voorvoeld, want op een dag verstommen de motoren en zal in klokgelui de vrede gloren.
Gedurende de jaren 30 laat Haushofer in privégesprekken en correspondentie steeds duidelijker weten dat hij walgt van de staatsinrichting waarvan hij afhankelijk is. Bij de Anschluss van Oostenrijk in 1938, de annexatie van Tsjechisch Sudetenland later dat jaar en de conferentie van München in datzelfde jaar, waarin de appeasement van Engeland en Amerika om een oorlog te voeren het hoogste woord voert, is hij weliswaar aan de zijlijn diplomatiek betrokken. Maar wat kan hij doen? Niet zeer veel. Jaren later, in de gevangenis, krijgt hij wroeging over zijn achteraf voor zijn geweten te passieve rol in de weerstaanbare opkomst van het fascisme. Schuld. Aan dat wat voor het gerecht mijn schuld zal heten, til ik niet zwaar. Mijn plannen en mijn zorgen. Misdaad zou het zijn, had voor de dag van morgen ik me niet van mijn eigen plicht gekweten. Toch draag ik schuld, maar niet als in uw ogen. Ik had mijn plicht eerder moeten vervullen, om onheil ook als onheil te onthullen. Te lang heb ik mijn oordeel bijgebogen. Diep in mijn binnenste klaag ik mij aan. Wat heb ik mijn geweten lang verzaakt, mezelf en anderen iets wijs gemaakt. Ik wist al vroeg waarheen de ramp zou gaan. Ik heb gewaarschuwd, maar niet hard genoeg. Pas nu besef ik welke schuld ik droeg. In de toenemende chaos en verwarring van april 1945, terwijl de Russen met grote overmacht tegen de poorten van Berlijn bonken, is er voor de nazi's geen tijd meer om uit te zoeken wie van de resterende politieke gevangenen precies wat had gedaan of geweten. Het bevel komt om 16 gevangenen uit de Leertorstraße te liquideren, van wie in de ogen van de Gestapo voldoende vaststond dat ze de doodstraf verdienden. De van de betrokkenheid bij de aanslag verdachte Weermachtssoldaat Herbert Kosnay en Albrecht Haushofer staan beide op de lijst. Een SS-commando van enkele tientallen soldaten wordt samengesteld. 22 april 1944, rond middernacht. Als enige van de 16 overleefde Kosnay op miraculeuze wijze de executie, zodat het verhaal van die nacht kon worden overgeleverd. De 16 gevangenen worden uit hun cellen bijeengebracht, van weerszijden onder schot gehouden door gehelmde en met machinepistolen bewapende SS'ers en naar het Potsdamer station geleid. Maar na nog geen 100 meter lopen door het duistere Berlijn worden ze gedwongen stil te houden op een verlaten tentoonstellingsterrein. Het begrip daalt in dat ze helemaal nergens heen worden gebracht. Ze worden in 2 groepjes van 8 verdeeld. Elke gevangene wordt van achter vastgegrepen door een SS'er en met een nekschot om het leven gebracht. Op één na, want vlak voor het voor hem bedoelde schot wordt afgevuurd, hoort Herbert Kosnay een van de anderen om zijn leven jammeren. Hij draait zijn hoofd opzij, de kogel dringt van achter in zijn hals, maar komt er bij zijn wang onder zijn oog uit. Kosnay zakt hevig bloedend ineen op de natte grond, maar is nog voldoende bij bewustzijn om te beseffen dat hij zich nu voor dood moet houden. Nadat het commando heeft vastgesteld dat het karwei is geklaard, verdwijnen de SS'ers in het donker onder de uitroep dat er elders nog meer te doen is en dat het al spoedig licht wordt. In de vroege ochtend van 23 april sleept Kosnay zich op een urenlange voettocht naar het huis van zijn broer. Daar moet hij, zwaar gewond, nog een week verborgen worden gehouden. Totdat op 2 mei 1945 de nationaal-socialistische nachtmerrie eindelijk voorbij is. Hoewel hij voorgoed last zou houden van hoofdpijn, duizelingen en doofheid aan zijn rechteroor, bracht Kosnay er levend vanaf. Albrecht Haushofer vond bij die massa-executie in de nacht van 22 op 23 april de dood, net als de 14 overige gevangenen. Op 11 mei meldt Kosnay aan Albrechts broer Heinz Haushofer wat er gebeurd is. Dankzij Kosnays aanwijzingen vindt Heinz een dag later
inderdaad het stoffelijk overschot van zijn broer Albrecht op het verlaten terrein. Op het lijk, dat daar al 2 weken ligt, bevinden zich onder andere de 5 opgevouwen vellen papier met daarop aan beide zijden in potlood netjes onder elkaar geschreven 80 Romeinse sonetten. Romeins genummerde sonetten die Albrecht Haushofer tijdens zijn gevangenschap heeft gemaakt. Alle gedichten van vandaag stonden daarop. Enkele officieren van het Amerikaanse bezettingsleger herkennen direct de waarde van deze sonetten en nemen het initiatief voor een eerste uitgave van de bundel onder de naam Moabiter Sonetten. Het laatste sonnet uit het over het stoffelijk overschot van Haushofer gevonden manuscript luist als volgt. Tijd. Vol dromen zijn mijn dagen en mijn nachten. De tijd is leeg. Ik kan totaal vergeten om het verloop van uur of week te meten wanneer ik elders ben met mijn gedachten. Toch kennen dromen ook gevoel voor tijd. Bij het middagsoepappel of wanneer ik door het rammelen van sleutels wakker schrik, herpak ik mij weer tot de dag bereid. Dan weet ik, uit mijn dromen ruw gestoord, wat iemand in zijn doodsuur voelen zal, die in een stuurloos schip de waterval van Niagara dichtbij razen hoort. Het water golft rondom tegen de rand. De stroom kolkt. Vastgebonden is de hand.
voor links. Ja, heerlijk de muziek. Als ik, misschien was jij dat van plan, maar ik wou even zeggen voor alle duidelijkheid dat de gezongen sonetten, die zijn speciaal op muziek gezet door de Nederlandse componist Henry Kelder. Ik weet niet of hij nog aanwezig is. Ja, daar is hij. Bravo. Dat is onderdeel van dit project, die toonzettingen. En de instrumentale muziek die u hoorde, als ik het goed zeg, is die van de hand van Paul Herman, een Hongaars-Duits-Nederlandse componist die bijna perfecte tijdgenoot van Albrecht Haushofer was. Ik geloof geboren in 1902 en omgekomen ergens in Oost-Europa in 1944. Hun levenspaden moeten, die van Albrecht Haushofer en Paul Herman moeten elkaar in Berlijn in de jaren 20, 30 gekruist hebben misschien. In ieder geval kruisen hun paden elkaar vanavond op Inspui 25. Dat wou ik even zeggen. Ja, dank. Dat was inderdaad een hele fijne muzikale begeleiding. Dan is het nu tijd voor het Q&A-moment. Jullie als zaal mogen straks ook vragen stellen. Voordat we daar naartoe gaan, zou ik graag eerst zelf een vraag stellen. Tijdens mijn introductie had ik het over held, slachtoffer, dader. En in hoeverre Haushofer hier wel of niet in past of een ambigu figuur zou kunnen zijn. En ik vraag me voor jullie beiden af hoe jullie hem zouden proberen te omschrijven. Ja, ik absoluut een ambiguë figuur. Het is iemand die, het is hier nog niet zo heel erg over gegaan, maar het is wel iemand die echt wel heel veel reserves heeft ten opzichte van het nazisme en ook een steeds groeiende afkeer. Maar ook iemand die zichzelf toch wel wijs maakt dat hij door daar een rol in dat systeem te spelen de boel een beetje de goede kant op kan duwen. En dat maakt hem natuurlijk, ja, het is wel iemand die dan bij ook persvoorvoerder van Von Ribbentrop wordt en nauw bevriend is met iemand als Rudolf Hess, wat gewoon een belangrijke ideologische figuur is in de nazi-beweging. Dus het is iemand die zich langzaam maar zeker steeds meer realiseert in wat voor een positie die zit en hoe ingewikkeld die is. En hij komt daar eigenlijk tot het einde toe niet helemaal uit. Hij knoopt natuurlijk wel vriendschappen aan met mensen die heel duidelijk bezig zijn het systeem te ondermijnen. Maar het blijft iemand die denk ik, ja, allebei die kanten wel in zich heeft. Ja. Dus een ambiguë figuur, zonder meer. Ik weet niet of jij het ermee eens bent. Ja, in meerdere dimensies zelfs. Hess was overigens een lievelingsleerling van de vader van Albrecht Haushofer. En ook diens studentassistent. Ik heb wel eens de indruk dat in de ogen van vader Karl Haushofer, Rudolf Hess, het soort zoon was dat hij eigenlijk liever gehad zou hebben. Namelijk robuust, mannelijk, oorlogzuchtig, ideologisch in de juiste straat. Terwijl Albrecht Haushofer eigenlijk dus een vrij muzisch, intellectueel aangelegd iemand was die bijvoorbeeld niet alleen prachtig piano speelde, maar ook zelf pianostukken heeft gecomponeerd al op jeugdige leeftijd. Je vraagt je af, hoe heeft zo iemand het uitgehouden op dat ministerie van Buitenlandse Zaken in Berlijn? Hoe heeft hij met zo iemand als Von Ribbentrop überhaupt kunnen praten? Dan moet hij zich dus toch wel heel erg, ja, zijn eigen persoonlijkheid hebben weggestoken. Iets anders hebben naar voren gedraaid om te kunnen functioneren in die omgeving. Plus dat vanwege dat ere-ariërschap was er natuurlijk altijd de dreiging dat hij ontdekt, verraden, verklikt zou worden. Er zijn ook
gevallig geweest dat er brieven naar het ministerie van Buitenlandse Zaken en naar de kanselij gestuurd zijn om Haushofer, vader en zoon, om die te beschuldigen van hun onzuivere familieafkomst en ze op die wijze te compromitteren. Maar dat werd dan weggemaakt, die correspondentie. En daar, nou, zolang als dat dan duurde, tot 10 mei 1941, was Rudolf Hess daarin instrumenteel. Die ongrijpbaarheid van Haushofer die gaat denk ik zelfs nog verder dan het politiek-ideologische. Er zijn allerlei theorieën, of dat dan waardevolle inzichten zijn, weet ik niet, maar dat hij homoseksueel was. Hij had dus die merkwaardige fascinatie voor die Annemarie Schwarzenbach, een hele prachtige, ambiguë, androgyne vrouw, schatrijk, reizigster, schrijfster, die in bolides door Europa reisde met haar familievermogen en die een paar erg mooie boeken, reisboeken geschreven heeft. Maar die was lesbisch, dus het feit dat hij verliefd op haar was en twee prachtige sonetten aan haar heeft opgedragen vanuit zijn gevangeniscel, is ook eigenlijk weer heel intrigerend. Het grootste raadsel wat mij betreft is hoe iemand die zo muzisch, zo poëtisch, zo intellectueel aangelegd is, zich in zo'n schurkenstaat zo lang heeft kunnen handhaven. En nou, er is ook een sonnet waarin hij zegt, ja, waarom ben ik niet gevlucht, zoals iedereen mij heeft aangeraden? Waarom ben ik er zelfs na 20 juli niet gewoon vandoor gegaan? Ik had zo naar Zwitserland kunnen wandelen, bij wijze van spreken, vanuit die omgeving van München, waar hij zozeer thuis was. Hij kende alle bergpaden, die kende hij gewoon. Dus ja, dat zijn tegenstrijdigheden die eigenlijk ook een artistieke dimensie geven aan dat leven. En ja, dat maakt dat je, wat mij betreft, zoals u merkt, niet over hem uitgepraat raakt. Ja. Inderdaad, een erg complexe dichter. Zijn er vanuit de zaal ook nog vragen over hem als persoon? Of misschien over oud-tante Tini? Of over bepaalde sonetten? Ik wilde deze vraag al een tijdje stellen, maar ik dacht, ik wacht even op een smeuïg moment. Want Maarten, die fascinatie met die gevangenisdichters, hè? Oscar Wilde en Haushofer en wat dies meer zei. Heb je ooit wel eens gefantaseerd hoe het zou zijn als je zelf in gevangenschap zou zitten en wat er voor creativiteit uitkomt? Ik vraag dit ook als uitgever, hè? Uiteraard. Ja, nou, ik heb 1 nacht van mijn leven in de gevangenis gezeten. Daar zal ik de details nou niet van onthullen. Het was allemaal betrekkelijk onschuldig. Het was, zoals dat heet, een misverstand. Maar het is inderdaad... het is de soort... hoe noem je dat? De kwadratuur van de concentratie is het. Je hebt helemaal... er is geen wereld meer. Er is alleen maar je schrijverschap, als je tenminste over papier en een stompje potlood beschikt. En ik vind het een erg intrigerende vraag. Kan je dan ook tot een soort essentie van dat schrijverschap komen? Als je geheel overgeleverd bent aan de introspectie. Wat mij in dat proefschrift dan vooral interesseerde, was de vraag, hoe verhoudt zich het werk van schrijvers die zelf in de gevangenis hebben gezeten met het werk van schrijvers die gewoon in vrijheid, levend, geconcentreerd in een werkkamer, zich die gevangeniservaring proberen voor te stellen en die op de lezer over te brengen. Maar Haushofer is natuurlijk echt van de eerste categorie en is daar eigenlijk een ongelooflijk zuiver voorbeeld van. Wil
Nog meer vragen? Ja, ik ben heel nieuwsgierig hoe dat, dat stuk van die sonetten wat u gevonden heeft op straat. Zijn die niet bij elkaar gebleven toen die waren gevonden in Berlijn? Nou, het was een facsimile, hè, wat ik gevonden heb. Hij staat daar nou niet meer. Maar dus dat was gewoon een reproductie in een encyclopedie. Dat was niet het oorspronkelijke manuscript. Het is inderdaad, heb ik begrepen, zo dat er dat Haushofer in de gevangenis meerdere versies heeft gemaakt. En die misschien ook wel aan deze of gene heeft uitgedeeld. Want die 600-700 gevangenen die daar zaten, die hadden natuurlijk ook onderling allerlei contact. En ze moesten regelmatig rennen naar de schuilkelders. En daar was dus wel degelijk een gesprek mogelijk. En hoe dat andere manuscript in Beieren beland is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Maar het ene, het mij bekende verhaal over het manuscript is dat dus in handen kwam van een mobiele vertaaleenheid van het Amerikaanse bevrijdingsleger. Dat waren vaak Joodse soldaten, dat waren Duitse Joden die naar Amerika gevlucht waren en dan weer terugkwamen met de geallieerde troepen mee, terug naar Duitsland. En die konden die Duitse sonnetten dus prima lezen en zagen, ja, dit is echt iets bijzonders, hier moeten we wel wat mee. Ja, het is heel fascinerend. Maar ik heb ze nog niet gelezen, dus ik heb geen vragen. Okay. Jij hebt jouw tante Tini ook nog vrij lang persoonlijk... Nee, die heb ik maar één keer ontmoet toen ik heel klein was. Dus heb ik geen herinnering aan. Mijn ouders waren goed bevriend met haar. Wel met Louise. Daar heb ik wel, dus de oudere zus die met Jodel getrouwd was. Daar heb ik goede herinnering aan. Die is in begin 1998 overleden. Dus toen was ik net begonnen met studeren. Oké. Ja. Maar Tini, dat is wel apart. Hè. Je leert mensen soms ook kennen door te lezen wat ze hebben opgeschreven. En dan voelt het, zeker als het familie is, opeens heel alsof je ze echt leert kennen. Terwijl dat dus niet zo was. Daar is nog een vraag. U zei net dat de vraag eigenlijk naar voren komt hoe Haushofer zich heeft kunnen handhaven voor het ministerie van Ribbentrop. Maar ik heb heel sterk het idee dat dat niet een prerogatief van Haushofer was, maar dat heel veel mensen met een redelijke mate van fatsoen ingezogen werden in het systeem. En achteraf is het dan vaststelbaar dat het eigenlijk moeilijk in te leven is hoe ze dit volgehouden hebben. Maar als je het historisch ziet, is dat niet inherent aan een totalitaire structuur, waarbij ook de mensen die eigenlijk een zekere graad van deugdzaamheid hebben, desalniettemin niet in staat zijn om daar een uiting aan te geven en uiteindelijk achteraf geoordeeld kunnen worden als aan de verkeerde kant gestaan hebbend? Is dat niet, niet iets wat alleen Haushofer betreft? Zo zal het ongeveer gelopen zijn, dat je bij iedere stap die je zet in het compromis je niet realiseert waar je precies bevindt ten opzichte van de grens die je eigenlijk achteraf had willen stellen. Ja, ik denk dat je ook misschien niet helemaal moet onderschatten vanuit wat voor een gedachtenwereld ook Obrecht Haushofer, waarin hij was grootgegroeid. Zijn vader was echt een zeer overtuigde nationalist die een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de nazi's. En natuurlijk, Obrecht deelde lang niet alle ideeën van zijn vader, maar ook hij was in die wetenschappelijke traditie groot geworden. Ook hij was geograaf, net zoals zijn vader. En had wel in zekere zin ook dezelfde soort politieke uitkijk. En dezelfde idee over hoe politiek werkt. En hij maakt eigenlijk een andere beslissing. Hij gaat een andere richting op. Maar het is ook niet zo dat het een volledig deugdzaam iemand is geweest die een beetje tegen wil en dank dan op een gegeven moment op zo'n plek terechtkomt en dan niet meer weet wat hij wil. Kijk, het is iemand die ook
denkt dat hij binnen dat, en zoals heel veel mensen aan de wat conservatievere nationalistische kant, dachten dat ze binnen dat systeem toch nog het een en ander wel voor elkaar konden krijgen, wat wel in lijn was met hun eigen politieke uitkijk. Minder extreem was, maar desalniettemin ook heel nationalistisch. Misschien nog een laatste vraag voordat we nog een klein stukje muziek ter afsluiting krijgen. Ik was benieuwd, hebben jullie een idee waarom hij minder bekend is in Nederland? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. De Nederlandse dichter A. Maria heeft hem vertaald. De hier aanwezige Frits Boterman heeft al in de jaren 60 over hem gepubliceerd. Piet Schrijvers, de Leidse Latinist, heeft wat van hem vertaald en ook over hem gepubliceerd. Onder andere een mooi artikel over het thema van de zee in de Moabiter sonnetten. Maar ja, misschien dat het sonnet een beetje uit de gratie is, dat zou kunnen. Maar laat vanavond de wederopstanding van het sonnet beginnen, zou ik zeggen. Heb jij nog een andere theorie? Nee, ik weet het ook. Ik zou het ook niet kunnen zeggen, nee. Oh ja? Goed, zullen we... Ja, dan gaan we door naar het afsluitende muziekstuk. Nog een deel uit het grande duo van Paul Herman ter afsluiting. Dank u wel.